Zo uit de sleur van het schoolleven kon de jeugd van Eindhoven bij het ingaan van de grote vakantie overstappen in Wonderland. Een unieke tentoonstelling waarin een aantal uitgelezen bedrijven jongens en meisjes van 4 tot 17 jaar de kans biedt spelenderwijs grote mensenwerk te doen. Naast de naaikamer ligt de babykamer waar de moedertjes hun kinderen in de zelfgemaakte kleren kunnen steken en waar alles aanwezig is voor de betere poppenverzorging. Aanstaande koks en keukenprinsessen kunnen hun talenten ontwikkelen in de keuken van Wonderland. Wie zich een plaats in de keuken heeft weten te veroveren, hoeft niet bang te zijn dat hij met een lege maag naar huis zal gaan. Midden in de hal liggen duizenden baksteentjes, waarmee jeugdige metselaars naar hartelust kunnen bouwen. En natuurlijk heeft deze Eindhovense zelfwerkzaamheidsexpositie ook een afdeling voor jeugdige radiotechnici. Ze kunnen er zelf een eenvoudig maar goed bruikbaar radiotoestelletje in elkaar zetten. Op de stand van de PTT kunnen de kinderen erachter komen wat er allemaal gedaan moet worden voordat een brief bij de geadresseerde in de bus glijdt. Er is bijvoorbeeld een echte stempelmachine. Uit de wijze waarop vele kinderen de hun toebedeelde rol spelen, blijkt wat voor een mooie vondst dit wonderland wel is. Dan is er voor de grotere jongens die graag achter het stuur van een echte auto zitten de verkeerstafel, waarop zij, geholpen door een levensgrote agent, een rijproef kunnen afleggen. Je kunt nu rijden. De verkeerspolitie ziet erop toe dat de chauffeur zich aan de verkeersregels houdt. Oh, stop, hier mag je niet in, want daar is één richting verkeerd. De autoliefhebbers, en welke jongen is dat niet, kunnen verder achter het stuur van een grote truck hun rijvaardigheid toetsen op een groot paneel dat voor de wagen staat opgesteld. Vibreren en gas geven en rijden maar. Gas. Ja, zo. Ja, snelheid tussen 20 en 25. Linkerkant op nou, ja. Zo. Wielen draaien. In Wonderland, waar vele jeugddromen in vervulling kunnen gaan, komen de jongens en meisjes van Eindhoven wel bijzonder goed aan hun trekken. Helemaal en gas geven.